Zo, sta ik me hier toch op een mooi punt hoor. Vlak bij de burgemeester eigenlijk ook wel. Een beetje Sophialaan, Prins Bernhardlaan. Ik ga zo meteen rechtsaf Prins Bernhardlaan op. En dan zullen we eens even gaan kieken. Daar woont volgens mij een redelijk bekende Ermeloer. De muzikant van DVS. Naast Mark Tukker, ook natuurlijk een enorme zanger. Maar deze jongen die bespeelt een instrument. En ja, heeft toch wel wat betekend hoor. Ook voor de hele club, maar ook voor heel Ermelo. Kijk, daar staat hij al. Op de Prins Bernhardlaan. Ik herken hem. Ja, dat is hem. Ja, kijk. Ah, die Piet. Dat kan ook zo hoor. Hij heeft ook nog wat meegenomen. Ik denk een saxofoon of zo. Of gitaar of een cello. Wel eigenlijk. We zullen wel zien. Jij hier. Wel eigenlijk net boodschappen gaan doen, Piet. Ja, goed zo. Hey, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Goh, woon je hier mooi, man. Ja, ja, dit is echt een uniek plekje. Ja, hoe zeg je dit ook weer? Een lommerrijke buurt. Ja, dat of is niet? Het. Dat is het. Een beetje boven mijn stand, Piet. Maar ja. Ja, gewoon de psycholoog en hier woont onze tandarts de Groot. Kijk, zie je? Kijk, dat is al een onderwijzers hebben, ja, het, hebben ja. die hebben het nog niet eens beetje zo. Geluk. Beetje geluk gehad. Denk ik. Beetje geluk gehad ook. Ja, ja, denk ik wel. Ja. Ja, je hebt een mooie onderwijscarrière gehad, Wim. Ja, ja. Ik heb, vind ik hoor. Ja, 42 jaar heb ik voor de klas gestaan. En ja, op een hele speciale school. Ja. Met speciale kinderen. Ja. Hoe speciaal? Hoe speciaal? Moet je zelf ook een beetje speciaal zijn. Ja. Ja, kinderen met een verstandelijk handicap. Ja. Zeer moeilijk lerende kinderen. En, maar wat een tijd, joh, dat is. Ja. Ik had geen mooiere loopbaan als werknemer ergens kunnen krijgen als dit. Ik denk dat jij je daar ontzettend goed op kan inleven, op die kinderen, of niet? Ja, ja, je moet. Zeker, dat moet je wel kunnen. Jawel, je moet er wel gevoel voor hebben. Ja. Het is, ze zeggen, je moet een roeping, dat is iets anders. Maar ja. Gevoel wel. En wat ik bij ervaring weet, van dat je de kinderen respect moet hebben voor, natuurlijk voor je leerlingen. Ja. Dan hebben ze ook respect voor jou. Maar aan de andere kant ook met een stuk humor, Piet. Ja. Want dat is eigenlijk waar de meeste kinderen gevoelig voor zijn. Het stuk humor. Precies. En ze benaderen het zoals En dat is aan jou wel toevertrouwd. Jawel. Humor, ja, natuurlijk. Een van jouw handelsmerken, Wim. Ja, dat ik heb daar in de loop van de loopbaan, bij DVS, daar heb ik daar ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Ik ben nu wat rustiger, maar ik heb in die tijd, als je kijkt wat we allemaal uitgespookt hebben, Piet, dat wil je niet weten. Ik ben in het bestuur gekomen in rond 1980. Ja. Bij onder de bewind van Joop Bakker. Ja. En nou, dat was Richter Tromp, Joop van het Land. Wat was jouw taak? Jan van den Berg. Ik was technisch coördinator. Ah. En ja, dus ze hadden toen in de tijd nog het idee dat ik aardig verstand voor voetbal had. Ik mooi. Ik voetbalde wel, ja. Ja. Maar later bleek dat ik toch wat minder verstand van had. Niet in het bestuur, want dat red ik me kon prima daar. Maar, ja. Maar toch, als je nu merkt van, ik verdiep me er niet helemaal zozeer in van
Kijk, het is voor mij meer een beleving dan dat ik de tekst is twee haken. Hey. Mooi, hè? Mooi, mooi, hè? Mooi, hè? Mooi, hè? Prachtig, hè? Weer zo'n evenement, hè, in Ermelo, ja, hè? Schaatsen. Je ziet het steeds meer. Er zijn de mensen die aan de weg timmeren, Piet. Ja. Dat is leuk. Ja, vind ik ook. Maar in ieder geval, toen heb ik daar in het bestuur gezeten. En toen heb ik de 50-jarige jubileum, dat was ik... voorzitter van de jubileumcommissie. Ja. Nee, is dat in de jubileum? Henk van den Berg, de journalist. Ja. Helaas, hij is niet meer. Nou. Maar die was voorzitter van de jubileumcommissie. Ja. En toen hebben we alles uit de kast gehaald. Misschien herinner je nog, ik weet niet of je dat... De rommelmarkt in de Vathal, de oude Vathal. Jongen. Wat een happening. Ja, een happening. Ja. En de optredens van diverse elftallen in de kantine. Ik weet nog, dat was denk ik met de 50ste, maar of het kon ook nog met de 60ste, maar toen had ik een elftal, was ik ook nog leider van een elftal van oud-eerste spelers. Geerling, Gerard, ja. Chris van Koert, Adrie van Dieren, Dick Tol, noem maar op, al die jongens. Ja. Dat moet je veel lol hebben bezorgd, zo'n team. Dat was een team, jongen. We werden ook veel kampioen, maar we hebben ook gruwelijk veel feesten gehad. Ja. Christy woonde er op de Hamburgerweg en die had er een kelder onderin. Ja. Zijn kaaskelder, maar die werd heel erg voor heel andere dingen gebruikt. voor onze feesten bijvoorbeeld. Ja. Nou. Ja. We hebben daar een... Maar het was een lekkere elftal, echt. Het was zo'n mooie elftal, Piet. Dat genootje van... Nick was dan als leider. Maar zij bepaalde hoe er gevoetbald werd. Ja. Ja, ja, ja. Hier in het teken van Wim is er heel fijn. Daar belanden ook diverse van in het eerste. Ja. Die hebben allemaal toen allemaal in het eerste gevoetbald. Geerling natuurlijk, Dick Tol. Maar Adrie van Dieren. Adrie van Dieren ook. En Freek van der Wal. En Betje Hop. Al die oude jongens. Ja, zat een breed scala van... Heb jij je hele leven in Ermelo gewoond, Wim? Ja. Ja? Ja, ik ben geboren en getogen. Ik ben op de Veldweg. De jongens van het veld noemden ze dat. Ja. Daar ben ik geboren. Ben je toevallig ook niet bij EFC begonnen? Ja. Ik zei tegen Evert ten Apel, EVC. En toen zei hij, nee, dat klopt niet. EFC, Maar volgens Joop Thomassen klopt het wel. Want het, EVC, het was, ja. Vroeger was het EVC, hè? Ja. Ja. Maar wij zeggen toch wel gekscheerders van EVC, zeggen we altijd. Ja, dat is maar je hebt daar op gezeten, ja, tot je 12 of zo? Ja, zoiets, ja. Zoiets. En daarna, ben ik naar het EVS toe gegaan. Er waren wel meerdere schuren natuurlijk. Die hele EFC, dat was gewoon een hele familieschuur, of niet? Ja, het was een hele familie. Leven van je ook, of niet? Alles zat bij Dave, ook bij EFC toen in die tijd. Ja. Maar toen later ben ik bij DVS gekomen. Ik heb ook een bestuur van B. Wolfs, die was voorzitter, heb ik nog gezeten. Ja. Dus een groot aantal jaren. Ik heb zelf al gekiept in het elftal van Harmen van Pannenhuis en Aad Klein toen later nog. Ja. De jongens van Bosman, Henk Bosman, Jan Bosman. Ja. En daar hebben we ook altijd plezier gehad. Toen ben ik het niet meer gaan voetballen. Ik heb nog even met die 35-plus elftal. Dat kwam toen in op. En toen, daar heb ik nog in gekiept een aantal seizoenen. Ja. En toen zaalvoetbal hebben we veel gevoetbald. Ja, ook nog, ja. Ja, zaalvoetbal. Welk team zat jij toen op? Ik zat bij de Dwarsliggers. Dwarsliggers, ja. Dat was het. De Dwarsliggers. Zo'n mooie naam, hè? Ja, ja. En van het onderwijs, ik natuurlijk FC Bordkrijt. Ja. Ja, we zijn toen elkaar nog wel eens tegengekomen. Ja, dat klopt. En toen is het eigenlijk bij DVS, toen is het bestuurlijk afgelopen en als leider, toen ben ik in de kantine, heb ik gezeten. Ja. En daar heb ik ook wel 30 jaar in gezeten. Dus alles vrij positief. Ik vond het wel jammer dat ik heb met Wim Roelofs, ze hebben een paar maanden geleden gestopt met dit nieuwe seizoen met Achter de Bar. We hebben wel samen ook op zaterdagen achter de bar. En
dan stop je ermee. En dat is toch jammer dat je dan eigenlijk ja, weinig hoort vanaf het bestuur. Of ook van, god jongens, hartstikke leuk. Ja. Bedankt voor de... Ja. Dat heb ik een beetje gemist. Misschien ja. is het ontgaan hoor. Maar ja. dat zou kunnen. Maar, ja, maar vond ik toch wel een jammer. Want ja. als je vrijwilligers wil houden, ja. moet je er zuinig op zijn. Dan moet je heel zuinig ja, op zijn. Zo belangrijk. Zo belangrijk, want dat zie ik ook op scholen. Hè. Ik denk dat ik de laatste was 7 jaar geleden toen ik een afscheid nam van school, die een afscheidsfeest kreeg aangeboden. Ik mocht het zelf invullen. Ja. Natuurlijk kwam er een band bij en familie en vrienden en ja. Collega's. En het was gewoon een prachtig feest. Nou, er werden ook dingen gedaan, cabareske dingen op het toneel enzovoort. Daarvoor altijd ook. Maar dat was ook het laatste. Nu, degene die nu afscheid nemen, dat is even met de theepauze of zo. En ja. dan doei. Zou dat is gewoon klaar. in de... Het is de maatschappij. In de maatschappij. Ja, de maatschappij. Verandert iets. Ja, ja. Ik vind het jammer hoor. Want ja, ik vind het, reuze jammer. Ja, ja. Maar nu ook, dat zei ik ook van, ja, André Jansen die kwam nog en Martin Timmer ja, op die avond. Die ja. wisten dat de laatste avond was. Nou, ja. hebben we nog een biertje meegedronken. Maar ja. Dat was het dan, weet je wel. Ja. Het hoeft helemaal niet met veel bombardie, maar het zou toch, ik had het toch wel leuk gevonden. Maar ja, het zij zo en het is gebeurd. En, ja. Ik ja. heb het met veel plezier gedaan. En ook, zeker. Ik doe het, ik heb het ook voor anderen gedaan, maar ook voor jezelf. Voor mezelf in het mensen ontmoeten. Ja, tuurlijk. Mensen spreken. Dat ligt jou. Ja, en plezier maken en lol ja. hebben. Ja, en je contacten. Ja. Oh ja, we hebben. Nee, ik moet nog denken aan. Ik heb allerlei figuren ook gespeeld bij DVS. Vooral bij de prijsuitreikingen. Want ik moest altijd de prijsuitreiking doen. Het begon al met een familiedag. Ja. Die we altijd hadden. En toen later met het lagere seniorentoernooi. Ja. Dan verzon ik altijd wat in de creatie. En dan. Ik weet nog met de familiedag dat ik als kip binnenkwam. En toen leefde Tasha nog, Bart. En Bart die zat daar, die zit bij binnenkwam. Bart, zegt Bart, een kip, die hoort hier niet, zegt Bart. Die hoort in het hok. Ik hoor hem nog zo schreeuwen tegen me. Hij zei, wel, maar dat toch niet, jongens. Hey. Die had ik weer ergens opgesnoord. Ja. En ik ben toen ook als priester. Ik weet niet of jij dat nog meegemaakt hebt. Nee, wel toen je die koppen eraf hakte, weet je? Toen je als kip zonder koppen aan het lullen was. Ja. Dat wel. Nee, vertel verder. Nee, en dat was Jan van den Berg, die was volgens mij trainer toen. Maar in ieder geval, nou, ik kwam binnen, er was weer iets apart. En toen had ik me verkleed als priester. Ja. Ik zou wat in gaan zegenen. Dus ik had me de priester in de kleedhof verkleed. En ik had een emmertje met wijwater. En daar had ik een wc-borstel in liggen. Maar die wc-borstel die had ik bewerkt met een aansteker. En dat die bruin leek, net of ik hem net door de pot gehaald had. Dus ik kwam daar binnen daar en Gregoriaanse muziek. En de hele kantine vol. En dan kwam ik. En zo met die kwast zo. Toen zagen ze dat net of die gebruikt was of door die pot. En ze onder de tafel zaten ze en pleren jongen en schreeuwen. Nee, we hebben grote mannen. Ja, feesten van nu zijn net even wat anders, hè? Ja, ze zijn iets anders, maar ja. Ja, ook wel mooi natuurlijk. Zo'n Mark Tucker, die maakt daar ook altijd fantastisch van. Dat is een nieuwe generatie en dat is een andere generatie, ja. Ja, maar ik mis die oude dingen. Ja, als dat elk elftal gewoon ook wat deed en zo. Weet je, dat is toch uniek? Pas hoe dat was er nog een keer, spontaan, dat ook de dames elftal. Die kwamen op het podium. Ja. Een soort karaoke, weet je wel. Ja. En fantastisch, joh. Dat is leuk. Leuk. Dat is leuk. De sfeertje, waar we nu tegen dames Pop, brengen er sowieso wel weer tegen meer sfeer. Tegen Pop afgelopen sfeer, keer. Ja. Pieter, was ook weer. Ja. Dan hadden we die jockey, maar dat was een sfeertje bij elkaar, jongens, zingen. En, nou ja, dat, want dat is ook natuurlijk zo van, de leden onderling van, we missen dat, ik persoonlijk, maar ik hoor er wel van meer, echt ook de binding een beetje met onze
eerste elftal, met onze hoofdmacht. Ja. En dat is een beetje, denk ik, ook gebeurd van... Ja, je bent de presentatieve kant op gegaan. Ja, en de jongens komen om te voetballen. Ja. En drie keer in de week zijn ze, ik snap het ook wel. Jawel. En drie keer in de week, die wil ook een keer naar huis toe. En, maar de binding, dat merk ik overal. Die is er bijna niet. Nee, dat klopt. En dat vind ik erg jammer. Want zoals we vroeger met de jongens, dan kwamen ze in de kantine. Ja. En dan kwam Gerard of Chris of kwamen binnen. Maar waren weinig jongens van buitenaf, hè? Ja. En dat is nu natuurlijk duidelijk anders. Ik denk dat het niet anders kan. Maar, aan ons om die jongens er toch bij te trekken. Maar ik heb het idee dat andersom natuurlijk ook wel zo is. Ik zie weinig DVS'ers naar de tafel van die eerste elftal spelers komen. Dan kun je natuurlijk ook zeggen van waarom komen die eerste elftal spelers niet naar... Maar dat is tweeledig, hè? Ja, nee, maar dat is ook zo. Maar ik heb altijd het idee van... zitten die jongens er wel op te wachten naar het voetballen... Om aangesproken te worden door Jan en alle mannen. En zeggen van, god joh. Ja. Hè, als ik iemand in de gang tegenkom van het eerste elftal... tijdens dat ik weer even naar de toiletten moet, omdat we soms wel een biertje drinken. Ja. Dan geven ze een hand en zeggen, joh, gefeliciteerd. Dan spreken ze wel aan, maar ik vind die binding, dat is... Ja, precies. Ja. Kijk daar, al die containers met de Sinterklaas cadeaus, hè, allemaal. Wat, lekker druk op de weg weer. Ik hoorde dat een potje... pakjesbezorger de plomp ingereden was met zijn Sinterklaaspakket vanmorgen. Ja, dat was iets. Of het nou in het noorden was, ik weet het niet. Die heeft... Glad hoor, glad. Die heeft een boot gemist. Hey, maar je hebt ook voor het dorp wel het een en ander betekend, hè? Ik weet niet of je als veilingmeester, of je daar cursussen voor moet doen, maar je hebt het in ieder geval wel gewoon aangepakt. De opvolger van, hoe heette die ook weer? Piet Montebal. Ja. Piet Montebal, die was uit Putten. Ja. Die kwam daar en ik heb nu, ik ben er nu mee gestopt afgelopen jaar. Ja. Ik heb het 24 jaar gedaan. Dus 24 jaar? Ja, dat is ook weer een aardige tijd. En, het is eigenlijk gekomen van toen die veiling in de Vathal. Ja. En toen was Piet Montebal nog gewoon veilingmeester bij de Boeldag. Ja. En die zou ermee stoppen. En toen is er iemand op het idee gekomen van, goh, ik weet dat daar toen een veiling was. En dat Wim Schuur daar stond te brullen van, laten we hem eens even vragen of hij soms de aardigheid in heeft. Ik zei, dat... Ik wil proberen. Toen kwamen ze. Ik zei, ik kom even kijken. Dus wij woonden toen ook dichtbij. Ik woonde toen wel natuurlijk al op de Bennerlaan. Maar het is mijn buurtje, de Veldweg, Smitsweg. Ja. En dat was altijd de Boeldag. Ik zei, kom even kijken. En, maar die Piet Montebal, die had er lucht van gekregen. Die zit mij net aan. En hij had wat kabels gedaan. Hij zei, zegt hij, dat is Willem Schuur. En die gaat mij vervangen. Ik zei, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, kom kijken. Ja. Hij zei, kom eens even hier. Die kar op. En zei hij, probeer maar even. Ik probeer. En ik kijk achterop, maar Piet Montebal was weg. Ik zei, wat is Piet? Ja, die was even een borrel aan het nemen. Daarachter achter de coulissen, denk ik. Maar die kwam niet meer terug. En de laatste paar stukken nog, toen kwam Piet weer terug. Ja. Mensen, u heeft hem even ervaren tot volgend jaar. Dus ik had helemaal niets meer in te brengen. Ja, was al klaar. Hè? Daar maak je natuurlijk ook hele bijzondere dingen mee als veilingmeester. Mensen die zich totaal vergissen, per ongeluk hun hand opsteken en vervolgens met een behoorlijk bedrag iets weg. Bij mij moet je niet zwaaien. Zeg, als je met je oren wappert, dan heb je hem al. Ja. Ik was er heel vlot in. En maar het is heel intensief, Piet, hoor. Ja, dat klopt. Als jij daar de 2.500 mensen daar in zo'n grote tent hebt staan. Ik heb het één keer gedaan voor een goed doel, in de heerlijkheid. Ja. Man. Je moet het volgen en je kunt je niet permitteren om rare dingen te doen of fouten te maken, want het gaat om geld, Piet. Ja, dat klopt. Dat klopt. En als het om een paar kwartjes gaat, maar dat gaat behoorlijk.
behoorlijk veel geld in om. En dan, ja, je moet wel heel alert zijn. En, ja. Ja. Dus die, ja, dat was een hele mooie tijd geweest. Ja. En, ja, dan, en ik zit nu nog in het bestuur van de watersportvereniging. Oh. En daar kom ik net vanochtend weer een vergadering gehad. Toch niet die visclub van Mark Tucker, hè? Nee. De schele poot. Nee, hoe heet dat ook alweer? De schele pot. Oh ja, de schele pot. Ja. Ja, met de verloting van de fiets. Die hadden van de weg afgehaald. Ken je dat verhaal? Ja. Ja. Echt geweldig. Ja, nee, dat heb ik nog niet. Nee. En dan van de watersportvereniging. Doe je zelf ook wat aan watersport? Ja, ik heb een bootje. Ik heb een kruisertje liggen in, op Horst. Dat is heel leuk. Dat vind ik, vind ik heel aardig. En maar gewoon naturel vissen? Of nog even speciaal snoek? Wat dan ook? Oh, vissen doe ik ook. Ja. Vissen doe ik. Nee, dat bedoel ik ook. Hè? Oh, nee, ik dacht met de boot. Ja. Met de bootvaren doen. Daar heb ik allemaal hengels aan boord. Dus over het berg ligt aan de vissen. Ja. Jawel, ik zit wel eens op. Ik ben geen specialist in snoek of karper. Nee, ik vang alles wat beweegt. Ja. En dat probeer ik tenminste. En, dan, en soms ga ik met mevrouw Ria en zoon Paul. Dan gaan we wel eens naar de forellenvijver in Doornspiek of in Niekerk. Ja, in Niekerk heb je er ook zo in. Ja, was leuk. En dan proberen wat te vangen en roken ze. En dan met het, een glaasje en een visje dan. Komen we er weer. Heerlijk, en geen sigaret meer, hè? Nee, lang niet meer. Nee, hè? Nee, 8, 9 jaar ben ik geweest. 9 jaar al? Ja. Donder. Maar ik heb er wel COPD van over gehad. Ja, jammer, ja. Ja. Want ik heb gewoon moeilijkheden ook met heb je daar spijt van? Dus met, ook ja. Met zingerpiet en zo. Want ik zie zo graag. Ik heb nog wel iets. Ik ben ook wel weer aan het mijn stem aan het oefenen. En ik zit bij de logopedie, want ik wil weer een beetje een. Moet je doen? Ja, want zingen is zo. Oh, goed. Dat is zo. Het houdt je een beetje scherp in je kop. En vooral in de kantine. En in de kantine ook, zeker. En samen in de auto bijvoorbeeld of zo. Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Als ze dit horen, ook nog steeds een groot aantal van DVS. Als ik voor de microfoon. Ja. Dan weten ze al wat er komt en dan zingen ze uit volle borst mee. Mooi. Ja, prachtig. Ja, dat is zingen en muziek maken, daar word je heel oud van. Ja. Dat idee heb ik gewoon. Dat is gewoon zo goed voor je donder. Hè? Ja, zeker. Ja, absoluut. Heb je. Wat denk je van dit seizoen, Piet? Ik ben heel benieuwd of ze gauw het nieuwe systeem kunnen pakken, zeg maar. Want je zag afgelopen zaterdag dat ze toch weer even moeten wennen natuurlijk. Hè? Ja. Die spelers die worden natuurlijk van het ene systeem in het andere gegooid. En, en je zag afgelopen zaterdag dat ze daaraan moesten wennen. Hè? Nou, en zodra ze dat te pakken hebben, dan gaan we gewoon voor de titel. Maar een inzet ontbrak niet, vond ik. Absoluut niet. Nee, zeker. Die jongens die. Zeker. Het is een goede groep hoor. Ja. Die groep die heeft ook veel plezier met elkaar, heb ik het idee. Ja, ik zelf zou het prima vinden, Piet, als we gewoon in deze klasse bleven. Maar sommige jaren willen toch een keer proeven het hoogste niveau amateur. Ja, als je dat toch een keer bereikt hebt. Als je al voor de derde jaar aan de deur klopt, dan zou dat wel een keertje mogen. Ja. Op zich ben ik het ook met je eens hoor. Ik weet niet of we er de club naar zijn. Ja. Maar het is als je. Maar het kan wel. Waarom Hardenberg niet bijvoorbeeld? Hè? Ook zo, ongeveer zo'n gemeente als wij. Ja. Hardenberg, ook gewoon volk, weet je wel. Maar toch al jarenlang in de top, hè? AHC. Ja. Ja. Nee, dat is zeker, maar. We zullen het ervaren en als er maar weer een beetje rust komt in de tent. Ja, precies. Precies. Het was een beetje onrustig, maar dan. Ja, ja. Ah, die rust, die komt wel weer. Dan wordt het zeker weer. Ja, zeker. Weer zo, absoluut. Ja. Hier nog niet, hè? Nee, eentje verder.
En dan, had je nog brandende vragen, Piet? Nee, ik ben er een beetje doorheen. Goed. Als jij nog iets hebt wat je heel graag kwijt wil. Nee, ik vond het wel leuk dat ik... Altijd zo'n beetje een minuutje of 25, daar zitten we nu ook op. Ja, 24, 25 minuten. Maar ik wil nog wel even wat stiekem weg van je horen. Ja. Of dat we misschien samen even wat kunnen gaan zingen, of niet? Ja, ik wil wel even voor de meute ons bekende lied doen. Ja. Even kijken of de pink voor elkaar kan. Ja, ik heb je stoel op de achterste stand staan, dus dat ding daar kan ertussen. Wat een fantastische winterdag ook, Wim. He? Heerlijk, hè? Dit is machtig mooi. Hou hem even stemmen, even de hoogte van de stemmen. Wel aardig, hè? Ja, dit is, dames en heren, DVS TV-kijkers, uniek moment. Voor het eerst wat muzikaals. Even stemmen, kijk. Even trekken. Ja? Ja? Is die nog niet door de kou bevangen? Nee, valt mee. Ja, is geweldig. Ja, ik denk dat het er mooi op staat. Even kijken. Ja, het staat er fantastisch op. Ja? Ja. We zullen het zien. Hey. Bedankt, ouwe. Ja. We gaan elkaar nog vaak zien. Jawel, zeker. Kampioenschap meemaken en nog een feest in de kantine. Oh ja. Binnenkort, hè. Gaan we gewoon doen. Zelf organiseren. Ja, ik zou het leuk vinden als er weer een... Een bonte avond. Ja, wel, ja precies. Allerlei, precies. De meiden wat instuderen, iedereen wat instuderen. En precies. Podium en blaren. Ja, ik kom in mijn 60e jaren bent. Nou, hartstikke idee. Hartstikke leuk. Rock and roll. We hebben heel veel. Die wat veel. Ja, zeker. Hey Wim. Hey. Bedankt. Piet, jij ook. Top. Kijk, dit was nou wat ik bedoelde. Wim Schuur. Markante DVS'er, markante Ermeloer. Goeie muzikant, heerlijk, prima mens.